Middenmotor, de treffers met 8 punten tegen HHC, dat 2 punten meer heeft. Het begin is voor de Taarsploeg. Dit is de Bond. De Bond en het is een goal. Nummertje 5 van het seizoen. Nick de Bond op aangeven van Riel. En zo begint de treffers aardig aan de wedstrijd. Thuis tegen HHC. Daar is natuurlijk kansloos op deze inzet. Dan HHC. Dat de laatste 3 ontmoetingen niet wist te winnen tegen de treffers. Vorig seizoen werd het 3-0. Dit is Hemmink. Hemmink! Oh, mooi! Nummer 4 van het seizoen voor Rick Hemmink. Oudspeler van Heracles Almelo en FC Twente. En vorig seizoen speelde hij bij de buurman Achilles 29. Dan dit moment. Lullig moment in de 16. Hens en de Bond mag aanleggen voor zijn tweede. En Danas redt. Slecht ingeschoten strafschop door de Bond. En het blijft dus 1-1. Dan de tweede helft. Vrije trap voor HHC Metai. Verlengd door Gaudier. En Werkman staat daar en die schiet gewoon de 1-2 achter Cornelis. Een paar minuten na rust komt HHC op voorsprong in Groesbeek. Gaudier raakt de bal half. Ja, en Werkman heeft dit seizoen patent op het maken van doelpunten. Want de verdediger schiet zijn 4e binnen. En HHC wint dus met 2-1 bij de treffers. Een goed resultaat voor de ploeg van deze Gert-Jan Karsten. En dan mag je een biertje op drinken.